Je ziet alleen maar leed voorbij komen hè, vanavond. Alleen je krijgt de meest verschrikkelijke beelden te zien. En ik zat in de auto hier naartoe al, hoe ga je dit aanvliegen? Weet je? Hoe ga je nou zorgen voor een evenwicht waarbij mensen aan de ene kant beseffen hoe erg het is en tegelijkertijd ook nog iets van luchtigheid en de ledigheid van het bestaan kunnen ervaren hier bij dit programma. Hoe gaan we dat doen? Ik heb geen idee. Ik zat gisteren te kijken naar Jinek en dan... Luchtigheid. Is eigenlijk waar het allemaal om gaat, dat het nergens over gaat. Nee. En dat is wel prettig. Dat je dat weet dan ook. Nou, ja, ik weet dat wel, maar dat ik daar altijd in bevestigd word. Dat vind ik gewoon, dat geeft mij wel een soort fijn gevoel. Ik bedoel, er zit daar een man die had een week in Turkije, had hij in een ziekenhuis gewerkt en in een tentenkamp. Die hebt er denk ik zo'n 300, 400 zien overlijden. En daarbij heb ik nog mensen geholpen, benen afgedaan. Nou ja, meest verschrikkelijke verhalen. Ja. En dan komt er daarna een vrouw en die zit een beetje in de maag met de kutje. Ja. En dan zit hij te kijken en denk ik, ja, dat is toch ook leuk. Ja, dat is ook, ja, dat moet je maar hebben. Dat contrast is vrij groot. Dat contrast is groot, ja. Weet je, dat, de ene keer is hij hier, maar ja, en dan zo'n vrouw. En die had Joy de Lima heet ze volgens mij. Ja, die zat een beetje, die was echt... Dirty Lines. Ze was niet ontevreden over de kutje, maar ze was gewoon... Het zat er gewoon niet lekker. Dat was niet helemaal... Wat was het probleem dan? Ja, ze kende weinig andere kutjes. Dus ze had... Kijk, later, dat zijn beelden die zag zij op internet voorbij komen van kutjes. Ja. Nou, ik heb veel kutjes gezien in mijn leven, moet ik heel eerlijk zeggen. Echt heus. En ik ben er ook op gaan specialiseren. Maar dat soort ja, ben ik weinig tegengekomen. Jij? Van dat soort? Nee, maar dat lijken me juist uitzonderingen. Dan ben je al snel onzeker als je zo'n kutje ziet. Ja, kijk, maar ze had er een heel boek over geschreven. Over kutjes, en wat ik niet begreep van haar... ze had ook wat moeite met klaarkomen. Ja. Maar dan denk ik, meisje, dat ligt aan je partner. Want als ik met een partner bezig was... die was al 5 keer gillend klaargekomen in de gordijnen geklommen... voordat ik aan mijn trekken kwam. Ja. Maar als je zo'n echte Nederlander hebt van rem, bam... Thank you, ma'am. Klaar. Weet je wel? Ja, dan is de vrouw teleurgesteld. Was zij onzeker over haar eigen kutje. Pagina? Ja. Een kutje. Ja. Maar het is wel de tweede avond al, hè, René? Alleen maar seks, hè? Ja, maar ik zag die man die erachter zat ook denken... Ja, die hulpverlener. Ja, die hulpverlener, die zat ook volgens mij zo van... Ja, ja... Dus zit hij, kijk, hij denkt, ja, zo kan het ook. Maar ik heb net een week in Turkije gezeten. Ja, dus ik grote luister die met last van de kutje heb, ja. Je zou je ook zelf ongemakkelijk kunnen voelen als je zo'n man hebt gehoord. Ja. Over... Maar dan je, zou je... Dat je dan gaat, nou, ik ga naar dat huis. Je, ja, nou, nee, dat je het toch doet, maar dat je het ook daarbij ook wel in je toon aangeeft dat er ook erger dingen in de wereld spelen als jouw kutje. Maar het heeft alles te maken met de tegenvallende kijkcijfers. We hebben nu 2 avonden bij Jinek... De hele avond seksuele voorlichting voor volwassenen gehad. Ik weet niet wat er vanavond komt, maar ik zal er niet gek van opkijken... als er vanavond lik, bef en pijp demonstraties op tafel zijn. Weet je wel? Want... Nee, vanavond zit op Bertel. Oh, nou ja. Maar ik zou dat wel leuk vinden, zo'n demonstratie... dan met Piepkuiken die live verslag geeft. En ik wil me niet opdringen, maar ik zou een demonstratie met kaarsen kunnen geven. Nou, je hebt net al verteld hoe geweldige minnaar je was. Maar nee, dit is waarschijnlijk dan voortgekomen uit... om je heen kijken en dan is er een vergadering. Peter van der Vorst, Sven Sofee en dan komt iedereen bij elkaar. Ja. En die zeggen, wat missen we? Ja, we missen de luchtigheid. Ja. En, maar niet wetende dat die vrouw het inderdaad wel heel serieus nam, hoor. Die ja, was, dat was voor haar een heel serieus probleem. Heel serieus. Ze had een boek geschreven dat heette Goed Komen. Ja, dat ging over. Ja, Goed Komen. Ja, klaar was weggevallen.